Een demi-bouteille van René Jolie, een blanc de noir, brut, dosage. En blanc de noir betekent wit van zwart. En dat betekent wit sap van zwarte druiven. De Pinot Noir druif. 100% Pinot Noir. Deze champagne heeft echt een hele toffe 3-sterren beoordeling in de Guy Hachette gewonnen. Het is een champagne die een jaar of 3 tot 3,5 gerijpt heeft. Het heeft echt een hele mooie, volle smaak. Een oester is er wel lekker bij. Of misschien iets met een visje. Witvis met een beurre blanc saus. Maar misschien ook wel gewoon als aperitief. Heerlijke champagne van René Jolie. Top. Veel plezier ermee.